Wie had dat ooit kunnen denken, zeg, dat dit moment zou aanbreken, dat ik het zou gaan opnemen? Ja, voor Gluipert Gené. Wie had dat nu ooit kunnen denken? En het is toch zover. Dat moment is nu hier. Want wat is er gebeurd? Er staat nu in de krant overal: Helene Hendricks bezorgt de Oranje Zomer record kijkcijfers. Nee, dat is gewoon gelul. Dat is gewoon niet waar. En daarom moet ik het nu gewoon op gaan nemen voor de Gluipert. Vanaf nu gewoon even Gené genoemd. Want laten we nou even goed kijken naar die kijkcijfers. Die waren al boven de 800.000 met Gené. Ja. En toen kwam die Hendricks erbij, nu de afgelopen dagen. En toen steeg dat iets naar 20, 30. En dat ging met tientallen omhoog. Twee dagen achter elkaar. Maar hey, luister even goed. Er was geen concurrentie de afgelopen twee dagen. Er was niks. Want bij de NOS en bij RTL 4 zijn ze gewoon te lui om te werken. Dus er was geen Op 1 en er was geen Humberto. Hey. En dus was het iets makkelijker fietsen voor de Oranje Zomer. En daar profiteert dan die Helene Hendricks van. En dan begint iedereen ook op de social media te schrijven van: oh nee, het is met die Helene Hendricks veel leuker dan met Gené. En dat is gewoon niet waar. Want vergis je niet, de afgelopen weken waren de kijkcijfers van Oranje Zomer elke keer hoger dan van Humberto. Ja, dat was sowieso al. En die Humberto, die heeft gewoon het voordeel. Die heeft een of andere deal, weet ik veel wat. En daar zitten al die gasten met al die medailles en al die sporters die gelijk weg moeten uit Japan. Die worden direct bij die Humberto ingevlogen. En die jongens van Oranje Zomer, die hebben helemaal niks. Nee, helemaal nul. En toch scoorden die beter. Dat was al sowieso knap. Maar goed, wat is er nu gebleken? Eigenlijk is Gené vervangbaar, maar dat heb ik altijd al gezegd. Het programma draait om Gijp en om Derksen. Maar dat weten we al een hele tijd. En nu komt die Hendricks en het programma fietst gewoon door. Dat is volkomen duidelijk. Maar die betere kijkcijfers hebben niks met haar te maken. En om heel eerlijk te zijn, en eerlijk is eerlijk, eigenlijk is het leuker met Gené. Met de Gluipert. Ja, eigenlijk wel. Ja, wat we missen, dat is natuurlijk die spanning. Die er altijd hangt. Want we vergeten natuurlijk nooit de ruzie die er is geweest een jaar geleden. Nee. Dus die spanning blijft altijd hangen. Dus tussen Gené en Gijp en tussen Gené en Derksen. Je denkt altijd weer van, ja, dat kan zomaar weer ontploffen. En dat mist het programma nu. Plus, en dat is ook eerlijk is eerlijk. Ja. Ik moet het gewoon eerlijk toegeven. Die Gené, die doet dat gewoon heel handig en die doet dat gewoon vrij goed. En die doet dat dan, moet ik zeggen, beter dan die Hendricks. Dus iedereen die nu loopt te juichen over die Hendricks en iedereen roept van, oh, het is nu veel beter en doe maar weg. Ik zeg nee, we houden gewoon de Gluipert.